De Surinaams-Nederlandse zanger Kenny B heeft de Willem Wilmink-prijs gewonnen voor het beste Nederlandse kinderlied. De award voor het beste kinderlied van 2018 is afgelopen zaterdag uitgereikt in Enschede. Het winnend nummer heet Kilo, Pond en Ons en is door Katinka Polderman geschreven en door Kenny B gecomponeerd. Dit liedje komt uit de NTR-reeks Snap je? Snap je is een serie van videoclips van 2 minuten met formules waarmee kinderen een basisregel aangeleerd of uitgelegd krijgen. In het lied wordt uitgelegd wat het verschil is tussen kilo, pond en ons. Meet je in grammen en je zal ook vast wel weten dat als iets zwaar is het in kilo's 1000 gram dus wordt gemeten. Maar soms hoor je bij de slager, ik had graag gehakt gehad, een pond graag en nog 3 ons, maar hoeveel gram is dat? Kilo, pond en ons, als je 2 handen hebt. Kilo, pond en ons, dan is dit het recept. Kilo, pond en ons, zo zet je het op een rijtje. Kilo, pond en ons, het is een ander. De Willem Wilmink-prijs bestaat uit een kunstwerk en een geldsbedrag van €5.000. Hiervan is €3.000 voor de tekstschrijver en Kenny B heeft €2.000 ontvangen omdat hij de componist en uitvoerend artiest is. Het is de 5e keer dat de Willem Wilmink-prijs wordt uitgereikt.